De Surinaamse regering wil de verdachte status van commerciële handelsbanken zuiveren. Dit is het voornaamste doel van de regering ten aanzien van het vraagstuk over de 19,5 miljoen euro die bijkans 20 maanden is geconfiskeerd door het Nederlands Openbaar Ministerie. Een ander doel is dat de middelen weer ter beschikking worden gesteld aan de banken. Vijay Kirpalani, president-commissaris van de Centrale Bank van Suriname, vertolkte de visie van de regering over deze kwestie. Voor ons is belangrijk dat de verdachtmakingsstatus wordt opgeheven. Want doordat je dat houdt, zijn alle correspondentbanken bekeken de relaties met hun banken met een vergrootglas. En het houdt je op als land. Een verdachte status van de Surinaamse banken kan veel nadelen met zich meebrengen als deze bankinstellingen zaken willen doen in het buitenland, verklaarde Kirpalani. Daarom ziet de regering het als een plicht om in de bres te springen voor deze banken. Want als land zou je kunnen zeggen, eigenlijk hebben we daar niets mee te maken. Wij willen schadeloosstelling. Want we vinden dat, en dan maak je er een hele hoeha van en je gaat voor schadeloos International Court of Justice in. Enzovoort. Dat hebben we hebben gekozen om het belang van de banken, van het banksysteem, hoog te houden. En dat is de samenwerking. Evengoed hadden we kunnen zeggen, van het interesseert ons niet, bank, het is jouw probleem. Maar zo werken we niet, because at the end of the day zijn we allemaal van elkaar afhankelijk. Volgens Kirpalani worden er voor 23 maart gesprekken voorbereid met het Nederlands Openbaar Ministerie om dit vraagstuk op te lossen.